Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is er weer een nieuwe video op Multigames. En in deze derde aflevering van onze Road to Glory serie gaan we veel potjes spelen, maar ook packs openen. We beginnen met de packs. Hiervoor had ik al mijn SBC's gemaakt. Er zijn natuurlijk nu verschillende SBC's op Ultimate Team. Ik begon met de kick-off SBC. Was erg goedkoop. Ik keek gewoon op FUTBIN hoeveel K die ongeveer waren. Nou, die zijn dan niet zo duur. Ging ik een beetje kijken in mijn club, wat heb ik, wat kan ik wegdoen, wat is een tradable, waar ga ik niks mee doen. En die lever ik dan in, ben ik een beetje een squad omheen aan het bouwen. En dan ben ik zo'n 4, 5k misschien kwijt voor zo'n kick-off SBC. Waar je toch uiteindelijk best wel goede packs van terugkrijgt. Volgens mij een gold pack en een premium gold players pack uit mijn hoofd ofzo. Ik raad je gewoon aan, sowieso, ik zeg het iedere keer weer, die SBC's te doen. Je ziet hier, ik heb een Electrum players pack, een small premium gold pack. Een premium gold pack volgens mij en nog een zilver pack. Zou je denken, zilver pack is scheid. Maar ja, sommige shiny zilver zijn toch in één keer heel veel waard. Zoals deze die je nu ziet was 1.2k. Castaneer verkocht voor 800 muntjes. Deze ook weer verkocht. Ze zijn altijd toch nog wel iets waard. Waarvan je denkt, van, het is een gouden speler. Het is niet eens een gouden speler. Ze zijn niks waard. Geloof me, ze zijn wat waard. Toen open ik mijn Electrum players pack. Nou, je ziet het is geen 86 rated of hoger. Maar wel borden. Waar je dan best wel blij mee moet zijn voor zo'n pack. En ik kreeg van Manchester City Laporte. En nou, best een decent speler. Premier League, weet je wel. Is toch wel goed om zo over na te denken. Is gewoon weer een paar K. Had ik eigenlijk de SBC alweer teruggekregen. En al die spelers erbij. Wat ik sowieso heel fijn vind. Want op een gegeven moment als je gewoon veel spelers in je club hebt. Vind ik het veel fijner om SBC's te doen. Omdat je niet het besef hebt van ik lever 6k in. Maar je hebt het besef ik lever spelers in mijn club in waar ik anders niks mee had gedaan, weet je wel. Want zo is het wel. Met die spelers doe je anders niks in je club. En uit de laatste pack had ik trouwens niks gekregen. En wat ik dan vervolgens heb gedaan met deze spelers. Je ziet het hier. Ik heb ze ingeleverd voor wat gold upgrade packs. Ik heb er maar 2 gedaan. Het was niet echt speciaal of zo. Maar ik had even upgrade packs gedaan. Ik kwam er trouwens hier eerst niet eens uit. Ik kwam gewoon niet op genoeg chemistry. Maar ik had hem uiteindelijk. En ik heb hem nog een keertje gedaan. Gewoon puur, ja, ik vind die packs gewoon heel leuk om te doen. Ik weet niet waarom. Ik heb vorig jaar een paar keer een leuk iets eruit gekregen. En of dat dit jaar nog gaat gebeuren, dat weet ik niet. Ik heb er in ieder geval uit de eerste niks gekregen. Vind ik dan wel jammer, maar vorig jaar, om even te zeggen, had ik bijvoorbeeld een Griezmann. Ik had echt goede spelers. Ze zijn untradable, maar ze zijn wel heel chill. Uit de eerste had ik in ieder geval niks. En uit de tweede had ik eigenlijk ook helemaal niks. Ja, jammer, maar ja, weet je, soms zijn ze echt heel goed. Soms zijn ze echt shit. Je moet maar gewoon het goede moment hebben. Hierna deden we trouwens nog een SBC. Ik zag dat heel veel mensen het deden. De Ronaldo Wants to Watch SBC. Denk je, die kost veel. Nee, het heet om de een of andere reden Ronaldo Wants to Watch. Maar het is gewoon een beetje gerelateerd aan Ronaldo. Je kan er gewoon een team omheen bouwen. Vol Duits bijvoorbeeld heb ik volgens mij gedaan. Zoals je hier ziet. Een vol Duits team. En dan haalde je hem ook gewoon. Dus ja, het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat je deed. Maar ja, deze SBC heb ik ook weer gedaan. Dan kreeg ik ook weer packs van, zoals je ziet hier, Cristiano Ronaldo completed. Heel fijn om gewoon zo'n pack te completen. Ik kreeg een Electrum, een small Electrum, een Electrum en een gold players pack. Nou ja, je ziet daar deze niet zo goed. Wil je weten hoe je dat ziet trouwens, dan die letters onderin. Zeg maar, bij een walkout, oftewel 86 rated of hoger. Worden die letters onderin, worden zeg maar, eerst grijs, weet je wel. Want nu is het gewoon compleet zwart. Maar dan worden ze grijs. Hoe je borden ziet, weet ik niet. Dat geen idee. Maar die letters worden dus eerst grijs. En dan worden ze pas zwart. Bij deze waren ze gewoon zwart. Dat was even heel snel. Hè? Maar bij deze waren ze gewoon zwart. Dus geen walkout. Ik denk dat je het ondertussen wel weet. Maar ja. We gaan nu wel naar onze eerste potjes FUT Rivals. Het zijn er in het totaal 15 deze week. 15 deze week. Vandaag bedoel ik gewoon. En het was echt wennen voor mij. Je ziet het, ik kom hier op 1 en zelfs 2-0 achterstand. Ik wist gewoon nog niet hoe ik moest afmaken en zo. Ik kom op 3-0 en ja, ik bleef wel natuurlijk gewoon doorspelen. Je ziet hier ook de 4-0. Oh nee, dat is trouwens de 3-1 voor mij. En ik speelde op zich wel goed. Alleen het afmaken gaat gewoon echt nog niet bij mij. En je ziet ook hier, dit is gewoon echt bullshit. Want ja, ik speel gewoon zo'n bal en die first touch is soms goed. Soms pure shit. En dan, ja, gebeurt dit. Hier zie je ook, Klein krijgt rood. Ja, was het terecht? Misschien, ik wilde voor de bal glijden, maar mijn keeper had hem. Dus ja, dat was wel jammer. Klein kreeg hier rood, moest met 10 man verder. En het was wel een moeilijke tegenstand. Ik vind het wel fijn. Ik kwam tegen heel, dit is heel raar, ik vind het fijn. Ik kwam tegen heel veel moeilijke tegenstanders. Wat ik uiteindelijk wel weer fijn vond, want dan, ik werd gewoon beter naarmate ik
de potjes speelden. En wat je nu ook gaat zien is dat heel veel mensen om de een of andere reden geen penalties kunnen nemen. Ik snap het echt niet. Ze kunnen gewoon geen penalties nemen. Waardoor het 1-1 bleef, 1-0 bleef en ik de 1-1 kon maken in de 90ste minuut. Maar zoals je ziet, ik koop hier Bellerie. Want ja, Klein had een rode kaart. Ik had toch 8-9k. Ik dacht, weet je, waarom upgrade ik hem niet gewoon? Heb ik een full shiny team? Ziet er toch net wat mooier uit. En dan gingen we gewoon de volgende potjes in. Ik ga niet op ieder potje in. Je ziet vanzelf wel hoe ik scoorde. Het was in ieder geval vaak met een beetje geluk, maar toch alweer terecht. Want kijk, dit schot, om er toch nog even op in te gaan, was perfect getimed. Maar soms time ik het echt gewoon heel slecht. Maar ja, nog even terugkomen. Want ik wilde dit eigenlijk aan het begin van de video met jullie bespreken. Mijn nieuwe naam voor mijn kanaal. Ik heb het toch weer Multigames genoemd. Ja, ik heb misschien gewoon een beetje keuzestress of zo. Ik weet het niet. Het was heel erg zo. Ik merkte dat ik Road to Glory, ik kan gewoon heel eerlijk zijn, werd gewoon niet bekeken. Dat weten jullie ook gewoon. Ik bedoel, de video die ik vandaag heb geüpload, dat is Road to Glory aflevering 2, had in een uur denk ik 30 weergaven. Sommigen zullen denken dat is veel, maar voor mij is dat echt heel weinig. Aangezien ik normaal op een video in een uur rond de 90 à 100 weergaven wilde zitten. En ik zat nu op de 30 à 40. En ik heb volgens mij bij mijn Road to Glory 1 de 100 niet eens gehaald. En dan is dat best wel, ja, jammer voor mij om te zien. Aangezien, ja, ik vind FIFA nu gewoon heel leuk om te doen. En ik wil je dus ook vragen voor als je dit nu kijkt. Ik wil hier heel graag mee doorgaan. Maar als het zo weinig views blijft pakken en eigenlijk voor een lange tijd nog, dan kan ik hier niet echt mee doorgaan. Want ja, weet je, je doet uiteindelijk YouTube om jullie te entertainen. Maar je wil er wel wat voor terugzien. Dus als ik nu bijvoorbeeld in deze video zit echt veel tijd. Want besef, die potjes had ik sowieso wel gespeeld. Maar ik heb 15 potjes gespeeld. Een potje staat gelijk aan een kwartier. Dat betekent dus dat ik 15 keer een kwartier moet spelen. Er zit nog tijd tussen, omdat je gewoon niet de potjes meteen achter elkaar rust. En er zit natuurlijk ook nog tijd in die SBC's. Ik spreek het nu ook weer in, kost weer een kwartier. Het editen kost, 1, 2, misschien 3 uur. Die SBC's kost 1, 2, 3 uur. Er zit echt ziek veel tijd in. En ik wil dat heel graag wel blijven doen. Maar ik weet niet of dat natuurlijk nog allemaal lukt. En wat je ook trouwens nu ondertussen even tussendoor in de potjes ziet, is dat ik ook heel vaak op 1-0, 1-1 kwam en nooit uitliep. Ik vergat altijd die tweede goal te maken, waardoor mijn tegenstander terug kon komen. Je ziet wel hieruit de fout scoren, ik fout van hem. Maar ik weet niet, het lukte mij niet om die tweede goal te maken. En daar heb ik later echt veel meer last van. Ik merk dat ik het nu echt potjes moeilijk vind. En je ziet trouwens ook even deze vrije trap. Dit was compleet per ongeluk, want ik wilde schieten, maar ik druk per ongeluk op de paasknop. Best goed uit volgens mij. Maar ja, ik zat nog een beetje te kloten en ik drukte gewoon het verkeerde knopje. En ik zat om een mooi bruggetje te maken ook echt te kloten met of ik op constant pressure wilde. Wilde ik toch spelen op gewoon balanced? Wilde ik spelen op attacking met een 4-5-1? Wat waren mijn opstellingen? Ik heb zoveel geswitcht in deze 15 potjes. Dat is echt niet normaal. Ik heb 4-5-1 gespeeld, ik heb 4-2-4 gespeeld, ik heb 4-4-2 gespeeld, ik heb 4-3-3 gespeeld, ik heb, wat heb ik nog meer gespeeld? Ik heb nog een andere formatie van 4-3-3 gespeeld, ik heb met bepaalde combinaties gespeeld, dus bijvoorbeeld bij de 4-5-1, wie zet ik dan op linksmid? Is dat dan Mkhitaryan of is dat dan toch Rashford, heb ik mee gespeeld. Ik heb gekeken, wil ik op constant pressure, wil ik op pressure after, dus wil ik gewoon constant druk zetten bij balverlies, geen druk zetten, terugvallen. Ik heb er heel veel mee geklooid. Maar wat ik nu merk, wat voor mij werkt, zijn twee dingen. Dat is de 4-5-1 vind ik merken, werken. En dan op constant pressure, dus een beetje de aanvallende versie. En de 4-3-3 en dan tussen haakjes 2 vind ik werken. En dan dat je een beetje terugvalt. Maar ja, dat vind ik wel weer fijn. Je ziet trouwens hier dat we ons laatste potje hadden gespeeld. Verloren we jammer genoeg wel. We zitten nu op de 584 punten voor ons FUT Champions. We zitten net niet in rank 2. Echt millimeter werk. Maar ja, divisie 5, rank 3, net niet in 2. Ik probeer sowieso deze week, het liefst wil ik nog in 1 komen voor die packs. Maar ja, ik denk dat het uiteindelijk wel gaat lukken. Ik wil je in ieder geval wel bedanken voor deze, ja, het kijken naar deze leuke, bedankt. Ik wil je gewoon bedanken voor het kijken naar deze video. Doe alsjeblieft een blauwe duimpje vind je hier beneden. Druk gewoon op het blauwe duimpje. Druk op het belletje hier beneden. Druk op de abonneerknop als je dat nog niet hebt gedaan. Ik wil je ook even vragen om deze video met je vrienden te delen. Zodat hij misschien wat meer views pakt dan we nu pakken. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik hoop dat je het genoten. Laat trouwens een reactie achter
wat jouw FIFA strijdplan is, wat jij handig vindt, welke spelen je aanraadt. Misschien moet ik trouwens ook een tweede team gaan maken. Dan moet je trouwens ook even tegen hem zeggen. Maar ja, ik zie je bij de volgende video weer. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is later.